Hoe lang is het geleden dat er een fusie tot stand kwam tussen de A en ZPA? Ja, dat was in 2004. Ja, ben je daar tevreden over? Ja, ik ben er niet helemaal vanaf het begin af aan bij geweest, maar de laatste 6 jaar ben ik voorzitter geweest. En nou, we hebben een aantal mooie dingen bereikt, dus ja, daar ben ik zeker tevreden over. Dus. Kijken even naar het bad achter ons. Dat is het bad waar jullie op dit moment jullie waterpolo-wedstrijden in spelen. Eigenlijk is het bad afgeschreven. Ja, het bad is afgeschreven. Nou ja, het is ook al uitgebreid natuurlijk in de raad geweest. En de raad heeft ook al een budget beschikbaar gesteld om na de onderzoek te doen. Om tot een definitief opzet te komen voor een nieuw bad. Hoe groot is jullie inbreng? Ja, dat is altijd een beetje lastig te zeggen natuurlijk. We zijn natuurlijk niet de enige gebruiker. We zijn wel een groot gebruiker. Dus ja, we hebben daar wel een zegje in. Dat, ja. Maar hoeveel, ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Hoe is het standpunt van de Venen in zaken de stad Almelo, 72.000 inwoners, die een mooi en goed bad moet hebben voor zwemonderwijs, voor zwemmen, maar ook voor waterpolo? Het is natuurlijk belangrijk dat je een plek hebt waar je kunt sporten. Kan ik ook je woorden opmaken dat jij tevreden bent met de gang van zaken op dit moment? Ja, we zijn overal bij betrokken. Nou ja, de vereniging loopt goed, we draaien goed. We hebben toch bijna 400 leden. Dus ja, ik denk wel goed, we zijn tevreden. Ja. Wat mij opviel was dat jullie vooral voor het doel niet doeltreffend genoeg waren. Ja, dat is ons probleem. Dat is waar we ook flink op aan het oefenen zijn. Meer scoren. Maar ja, het zit er gewoon niet altijd in. We doen ons best. Maar ja, we schieten of veel over, of naast, of op de keeper, of we durven niet. En dat is gewoon echt wel een leerdoel van ons. Om meer, ja, meer te scoren, meer te schieten. Gewoon meer doelpunten maken. Want dat is uiteindelijk wel, ja, wat er misgaat bij ons. Ja. Je verliest met 7-5, ja. Maar als ik zie wat jullie keeper er allemaal uithoudt, ja. Is gewoon fantastisch. Ja, onze keeper die staat goed in de wedstrijd. Ze heeft goed gekiept. Ja, we hebben wel aan haar een aantal punten verdiend, zeg maar. Ja, heeft alleen niet mogen baten, want ja, ze hebben een paar goede schutters bij Terbergen. Ja, ook een oud-speelster wat eerder bij ons heeft gespeeld, dus we kennen haar wel. Voordat de wedstrijd begon stond je vierde, wellicht nog steeds. Dus dat betekent dat je aardig meespeelt in die subtop. Ja, dat is waar. Dat gaan we ook blijven doen en proberen te doen. We hopen wel zo dicht mogelijk bij de nummer 1, ook bij de koppositie te komen. Hè, maar er is nog niks verloren. Er kan nog van alles gebeuren. En deze competitie helemaal.